Piranha Movies. Jongens, sinds ik klein ben heb ik eigenlijk al één hele grote hobby. En je kan het al verraden, daar is een Space Invaders poster. Ik hou van gamen. Alleen het rare is, van gamen zijn heel veel video's op YouTube. Maar er is geen concrete lijst met alles wat kut is aan gamen. Dus daarom vandaag 25 hatelijke momentjes voor gamers. Ik ben lekker super chill aan het rijden in Mario Kart. Gooit een banaantje achterover, weet je wel. Het begeert iedereen en dan op een gegeven moment voor de finish... een blauw schild. Loop je lekker te chillen in de Pokémon-wereld met je vrienden, word je aangevallen door een Rattata. Oké, je negeert hem, je loopt verder en je wordt aangevallen door een Rattata. Je loopt verder en je wordt aangevallen door een Rattata. Kap daarmee, oké? Je wacht op een nieuwe Grand Theft Auto, een nieuwe Zelda, een nieuwe Halo of wat dan ook en dan wordt die uitgesteld. Ja. Oh, Grievers in Minecraft, daar heb ik ook echt een hekel aan. Van die mensen die alles uit jouw huis jatten om daar een nieuw huis van te bouwen. Offline noem je dat gewoon recyclen, maar online noem je dat jatten. Voordat ik een YouTuber werd heb ik heel lang als Warlock rondgelopen. Warlock van level 8 in Azeroth. En in Azeroth lopen ook Murlocs. En die Murlocs maken dit geluid. Met name vroeger heb ik heel veel tantes en ooms gehad die tegen mij zeiden van... Oh kijk, daar is Bardo! Hij speelt van die videospelletjes! Nee! Ik game, oké? Ik doe geen videospelletjes. Ik zal nooit vergeten dat Nintendo bij mijn Wii U geen Wii Remote en geen Nunchuk leverde. Applaus, Nintendo. Mijn favoriete game aller tijden is natuurlijk Zelda Ocarina of Time. Het enige nadeel aan dat spel was gewoon Navi. Dit elfje. Oh, niet meer. Deze heb ik eruit geknipt, want de server is down. Mensen die vragen om meubies, lopen te feeden, alleen maar rondjes lopen of lopen te campen. Ja, noobs. Ik haat ze. Dat commentaar van die Yuri Mulder in FIFA. Ik kan ook niet begrijpen wie hem de hele tijd inhuurt voor dat commentaar. Iets wat ik echt verschrikkelijk vind is wel dit geluid. Ik hoop dat jij Rayman 2 The Great Escape hebt mogen spelen, want in dat spel zit één hatelijk moment. Aan het begin van het spel moest je de onmogelijke sprong doen en met je propellerhaar aan de andere kant komen. En geloof mij, ik ken heel veel mensen die dit niet lukte. Ik was er één van. Ik zit wel eens met een paar vrienden op Teamspeak, gaan we lekker een dungeon in en dan... Maar wat die mensen dan niet weten is dat ik... En dan gaat het fout en worden ze boos. Kan jij dat begrijpen? De overkill aan gamergirls. Van die meisjes die niet echt gamen, maar wel zeggen dat ze het doen. Dat gaat gewoon ten koste van de echte gamerchicks. Dat moment dat er een oorlog is aangebroken en jij moet een kant kiezen. Wordt het Xbox of PlayStation? Of ben jij zo'n verdwaalde idioot die naar Nintendo gaat, dat andere kamp, 5 kilometer verderop? Wat heb je daar nog te zoeken, man? De wildernis in RuneScape. Kom maar op, jongen. Ik sla je kapot. Oké, ik durf niet te vechten, sorry. Elke aardbewoner die ooit de Sims heeft gespeeld doet exact hetzelfde in de Sims, namelijk direct neuken of je poppetje onder de douche zetten. En het enige wat je ziet zijn van die blurred lines. En dan bedoel ik niet die Robin Thicke. Ik haat het om er in-game bij League of Legends achter te komen dat mijn team bestaat uit 10-jarige kutjochies die iedereen de schuld geven, behalve zichzelf. Oh, hey, jongens, sorry, ik heb niks gemist, hoop ik. Ik was even AFK. Van die mensen die altijd maar lopen te zeuren om gold, dollar of wat voor valuta dan ook. Echt waar, ze zitten overal. Guild Wars, World of Warcraft, RuneScape, Old Republic, overal zijn ze. Heb je super chill je missie in GTA gedaan, word je aangereden door een of andere domme hoer. Kan je hele missie opnieuw. Ik kan jullie vol trots melden dat ik zo oud ben dat ik nog de tijd ken dat je het spel niet eens kon opslaan, maar een code moest opschrijven om weer te beginnen bij het level van het spel waar je was. Vroeger moest je nog in-game cheats invoeren. Dus dat betekent bijvoorbeeld naar rechts, omhoog, naar beneden, naar links, omhoog. En dan krijg je een extra Uzi of een bazooka of wat dan ook. Wow! Vond je deze video leuk of nog belangrijker, ben je het eens met deze video? Deel hem dan. Hoe meer mensen of ja, game deze video bekijken, hoe minder van deze irritaties er zullen bestaan in de toekomst. Dus schiet deze video naar iedereen toe alsof je in Gears of War aan het spelen bent. Snap je? Schieten, delen de video, de referentie. En zoals Duke Nukem zou zeggen, ik ben hier om kauwgom te kauwen en blauwe duimpjes te scoren. Maar ik heb geen kauwgom meer, dus help me aan blauwe duimpjes hier beneden. Door op blauwe duimpje. Pooh! En één keer voor de duidelijkheid, ik maak geen game video's, maar comedy video's. Zoals dit. Ik weet niet of dit comedy is, maar het is een poging tot, oké?
geef me even wat, even, weet je wel. Nogmaals bedankt voor het delen, het abonneren en het duimpje omhoog hier beneden. Vorige week hadden we echt een paar duizend duimpjes omhoog. Kunnen wij er overheen gaan deze week? Zometeen in het eindscherm zie je nog veel meer van de 25-serie. Klik daar lekker door voor meer video's. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later! Benjo Movies every Sunday at 2 o'clock.